Zebra, dochter van de postbode. De postbode, meneer Zebra, bezorgt een brief bij het huis van Peppa. Zoe Zebra rijdt vandaag met haar papa mee, want zij wil haar eigen brieven bezorgen. Henkie hond, Susie schaap en Kelly konijn. Ah, Peppa en George. Nu alleen deze nog. Mooi, dan gaan we die meteen bezorgen. Graag, papa. Post! Peppa en George zijn dol op nieuwe post. We hebben 2 brieven. Deze is voor papa Big. Oh, wat spannend. Beste meneer Big, hier is uw telefoonrekening. Oh. Een rekening? Dat klinkt wel heel saai, zeg. Rekeningen zijn heel saai, ja. Mama, is de andere brief voor jou? Nee, deze is voor Peppa en George. Wauw, de brief is voor George en mij. Kom je ook op mijn verjaardagspartijtje? Liefs Zoe Zebra. Zoe Zebra heeft Peppa en George op haar verjaardagsfeest uitgenodigd. Jippie! Nu moet je een brief naar Zoe terugschrijven, zodat ze weet dat jullie op haar feestje komen. Wil je ons helpen met schrijven, mama? Natuurlijk. Peppa en George schrijven Zoe een brief terug. Wat zou je haar willen schrijven? Beste Zoe. Beste Zoe. Maar nu weet ik niks meer. Wat dacht je van, we komen heel graag op je feestje. Hartelijke groeten, Peppa en George. Welke envelop zullen we gebruiken? De rode. Aan Zoe Zebra. En tenslotte nog een postzegel. Nu is de brief klaar om op de post te doen. Hier is de brievenbus. En hier zijn ook Henkie, Susie, Pedro, Kelly en Olivia. En ze doen allemaal een brief in de bus. En daar hebben we Peppa met haar brief. Zo, wat gebeurt er nu? Hallo allemaal. Hallo Peppa. Heb je mijn brief over het feest al gekregen? Ja, en ik heb ook een brief teruggeschreven. Oh, joepie. Kijk nou eens, wat een stapel brieven vandaag. En deze hier is van mij. Hij is heel, heel erg belangrijk. Is die voor mij? Mag ik hem openmaken? Hij is voor jou, Zoe, maar ik moet hem eerst nog officieel bezorgen. Dat hoort met echte post. Oh. En omdat ik vandaag zoveel brieven moet bezorgen, kan ik maar beter beginnen. Mogen George en ik met jullie mee? Klimmen maar in, Peppa en George. Tot strakjes dan. Peppa en George helpen meneer Zebra met het bezorgen van de post. Dit is het huis van Zoe Zebra. Deze brief hier is geadresseerd aan Zoe Zebra. Aan Zoe Zebra. Zoe Zebra. Zoe Zebra. En Zoe Zebra. Alle post is voor Zoe. Die brief is van mij. Mag ik hem posten? Maar natuurlijk. Peppa is dol op brieven posten. Mama, kijk. Al die brieven zijn voor mij. Wat geweldig. Wil je ze voorlezen? Beste Zoe, ik kom graag op je partijtje. Groetjes Henkie hond. Susie Schaap komt ook graag op je feestje, Zoe. En ook Kelly, Pedro, Olivia, Kaatje. Ze komen echt allemaal. En deze brief is van mij. Er staat, wij komen heel graag op je feestje. Hartelijke groeten, Peppa en George. Iedereen is gekomen voor Zoe's feestje. Dat betekent heel veel bedankbrieven schrijven, Zoe. Oh, en wie zal al die bedankbrieven moeten bezorgen, denk je? Jij dus, papa. Maar ik help je wel. Schoolkamp. Peppa en haar klas gaan op schoolkamp. Mevrouw Gazelle, ik voel me niet zo lekker. De bus rijdt nogal hobbelig. Oh nee, Pedro Pony heeft een beetje last van wagenziekte. Arme Pedro, kom maar voorin zitten, bij mij. Zo, voelt dat al beter? Een beetje wel, ja. Mevrouw Gazelle,
Oh, voel jij je ook niet lekker, Zoe? Misschien voel ik me straks niet lekker. Mag ik dan toch alvast voorin komen zitten? Mag ik ook voorin zitten? Alsjeblieft. En ik ook. Ah, oh, het spijt me, kinderen. Maar jullie kunnen niet allemaal voorin. Oh. Niet zo sip, want hier is de kampeerplaats al. Heel veel plezier allemaal. Tot ziens. Ah, oh, dit is onze kampeerplaats. Adem maar eens goed de frisse boslucht in, iedereen. Oh. Uitstekend geademd. En nu gaan we de tenten opzetten. Peppa en haar vrienden gaan hun tenten opzetten. Luister eens. Nu kiest iedereen een maatje om de tent mee te delen. Suzie, zullen wij een tent delen? Nee. Maar dat heb ik al aan Zoe beloofd. Oh, sorry Suzie, maar ik heb al met Kelly afgesproken. Maar Kelly, jij zou toch met mij samen gaan? Oh ja. Nee. Olivia, met wie ga jij samen een tent delen? Met Zoe. Oké. Mooi, dan kunnen wij nu wel samen. Dat is goed. En nu moet ik stokken voor het grote kampvuur hebben. Wij gaan ze zoeken. Maar Pedro en ik willen al stokken zoeken. Ah, oh, jullie mogen allemaal stokken gaan zoeken. Peppa en haar vriendjes zoeken allemaal naar stokken voor het grote kampvuur. Goed gedaan. Het is avond geworden en iedereen zit rondom het grote kampvuur. Kinderen, zullen we een liedje zingen? Ja! Het bingbonglied, alstublieft. Oh, dat weet ik niet. Oh, alstublieft, zing het bingbonglied. Goed dan. Oeh, ik speel de gitaar en we zingen ons lied. Met een bing en een bong en een bing. Boom, bing, boom. En nu allemaal up naar bed. Welterusten allemaal. Welterusten, mevrouw Gazelle. Peppa en Suzie kruipen hun slaapzak in. Ik heb een zaklamp. Ik ook. Alle kinderen opletten. Vanaf nu geen gegiegel meer. Wat was dat voor een gek geluid? Dat weet ik niet. Daar hoor ik het alweer. Suzie, waar ga je nou naartoe? Mevrouw Gazelle, ik ben een beetje bang. Oh, wil je liever binnenkomen? Ja, graag. Mevrouw Gazelle, ik denk dat ik ook een beetje bang ben. Mag ik dan ook binnenkomen? Natuurlijk. Misschien dat ik straks nog een beetje bang word. Ik denk dat ik straks ook bang word. En ik ook. Kom binnen allemaal. Wilt u het bingbonglied nog eens zingen? Dat is goed. Ik speel de gitaar en we zingen ons lied. Met een bing en een bong en een bing. De ruzie. Peppa en Suzie Schaap spelen een spelletje. Paar, voor mij! Peppa en Suzie zijn elkaars beste vriendinnen. Paar, alweer voor mij! Jij speelt vals! Dat is niet waar! Je zat af te kijken! Deed ik niet! Ik wil dus helemaal niet meer met jou spelen! En ik wil dus niet meer met jou spelen! Oh nee, Peppa en Suzie hebben ruzie. Mevrouw Schaap is er om Suzie op te halen. Peppa, zeg eens dag tegen Suzie. Ik wil echt nooit meer met haar praten. En ik praat nooit meer met haar. Oh,
Jullie maken het vast weer goed. Jullie zijn elkaars beste vriendinnen. Dit is niet grappig. En wij zijn dus geen beste vriendinnen meer. Papa Big heeft vandaag gekookt. Peppa, George, etenstijd. Lekker spaghetti. Wat is er aan de hand, Peppa? Peppa en Suzy hebben een beetje ruzie gemaakt. Oh. Maar eerlijk gezegd mis ik Suzy toch wel. Zullen we Suzy eens bellen? Hallo, mevrouw Big. Mag Peppa even met Suzy praten? Hallo, Suzy. Hallo, Peppa. Zullen we weer vriendinnen zijn? Moet je wel sorry zeggen. Het spijt me dat ik zei dat je vals speelde. Ook al speelde je wel vals. Oh, en het spijt mij dat jij ooit mijn beste vriendin was. Oh. Het maakt niks uit, hoor. Ik vind makkelijk wel weer een nieuwe beste vriendin. Het is een prachtige zonnige dag. Alle kinderen spelen in de speeltuin. Henky Hond staat op de draaimolen met zijn beste vriend Pedro Pony. Woehoe! George zit op de wipwap met zijn beste vriend Karel Konijn. Suzy Schaap zit op de schommel. In haar eentje. Peppa is aan het minigolven. Ook in haar eentje. Daar is Olivia Olifant. Mag ik misschien even? Ja! Olivia, Suzy Schaap is vanaf gisteren mijn beste vriendin niet meer. Nu kun jij mijn beste vriendin zijn. Maar mijn beste vriend is Kaatje Kat. Oh. Miauw. Zoe, als je wilt, mag jij mijn beste vriendin zijn? Maar mijn beste vriendin is Kelly Konijn al. Oh. Wee! Hallo, Suzy. Hallo, Peppa. Ah, mooi. Wat fijn dat jullie weer vriendinnen zijn. Wij zijn geen vriendinnen. Wij zullen ook nooit meer vriendinnen worden. Ik vind het de hoogste tijd dat jullie het weer goed maken. Peppa, zeg sorry tegen Suzy. Alleen als zij het eerste zegt. Alleen als zij het als eerste zegt. Ik weet iets. Ik tel tot drie en dan zeggen jullie precies tegelijkertijd sorry. Oké. 1, 2, 3. Sorry. Nu kunnen jullie weer vriendinnen zijn. Hoera! Suzy, zullen we minigolven? Goed idee. Peppa en Suzy zijn weer de beste vriendinnen. Ik eerst. Mijn beurt. Mijn bal zit in het gat. Ik heb gewonnen. Maar mijn bal heeft hem erin geduwd. Ik heb gewonnen. Jij verzint gewoon je eigen regels. Jij verzint je eigen regels. Ik win. Nee, ik win. Jullie twee zijn precies hetzelfde. En daarom is Suzy mijn beste vriendin van de hele wereld. En Peppa is mijn beste vriendin van de hele wereld. De penvriendin. Peppa en haar vrienden zitten in de klas. Kinderen, wie wil een penvriendin hebben? Ik! Wat is een penvriendin? Een penvriendin is een onbekend meisje waaraan je brieven kunt schrijven. Dit kleine meisje woont in Frankrijk. Haar naam is Eline Ezel. Kan Eline Ezel mijn penvriendin worden? Maar natuurlijk, Peppa. Hoera! Het is vroeg in de morgen. Meneer Zebra, de postbode, bezorgt een paar brieven bij Peppa thuis. De post! Peppa en George vinden het heerlijk als de post wordt bezorgd. Hij is geadresseerd aan mejuffrouw Peppa Big. Dat ben ik! Mama, wil je hem aan me voorlezen? Natuurlijk. Hij komt van Eline Ezel. Mijn penvriendin! Wat schrijft ze allemaal? Bonjour, Peppa. Comment ça va? Mama, waarom zeg je al die grappige woorden? Dat is Frans, Peppa. Het betekent hallo, hoe gaat het? En wat zegt ze nog meer? Ik help wel. J'aime les princesses et jouer avec mes amis. Knap hoor,
voor, papa? Ik ben heel erg goed in Frans. Wat betekent het? Papa Big poetst zijn bril schoon, zodat hij de brief beter kan bekijken. Dit is niks. Allemaal onzin. Het betekent, ik hou erg van prinsessen en speel graag met mijn vrienden. Dat wilde ik dus net gaan zeggen. Ik wil ook Frans kunnen. Misschien kun je met Eline Ezel praten. Hoe dan? Haar telefoonnummer staat hier op de brief. Jippie! Bonjour. Est-ce que c'est possible que Peppa parle à Eline? Mama Big vraagt of Peppa met Eline mag praten. Hallo? Bonjour. Bonjour. Wat moet ik nu zeggen? Comment ça va? Comment ça va? Tot ziens. Au revoir. Au revoir. Wat heeft ze gezegd? Ze praten Frans. Bonjour, George. Comment ça va? Peppa zegt, hoe gaat het met jou in het Frans? Dinosaurus. Nee, George. Zo zeg je dat toch niet in het Frans? Het is weer ochtend. Meneer Zebra bezorgt een nieuwe stapel brieven bij Peppa thuis. De post! Hoera! Mag ik nu de brief van Eline hebben, papa? Sorry, Peppa, maar vandaag is er geen brief voor jou. Oh. Ik vraag me af wie dat is. Bonjour, ik ben Eline Ezel. Is Peppa ook hier? Hoi, Eline! Bonjour! Bonjour, Peppa. Dit zijn mijn mama, mijn papa en mijn broer Emile. Bonjour! Dit zijn mijn vader en moeder en mijn kleine broertje George. Hallo! Dinosaurus. Dragon. Spreekt u ook Frans, meneer Big? Ik ben erg goed in Frans. Ah, parle de sport. J'adore l'équipe de football. Quelle est votre équipe de vous préférez? Ja. Eline, we kunnen gaan springen in modderpoelen. Eline begrijpt niet wat Peppa zegt. J'adore sauter dans les flaques de boue. Nu begrijpt Peppa niet wat Eline zegt. Alles is zo anders in het Frans, papa. Allez, Peppa. J'adore sauter dans les flaques de boue. Dat wilde ik dus juist aan jou laten zien. Wij noemen dat op- en neerspringen in modderpoelen. J'adore op- en neerspringen in modderpoelen. Iedereen in de hele wereld is dol op- en neerspringen in modderpoelen. Kelly Konijn. Het is de avond van een heerlijke dag. Peppa en George hebben de hele tijd gespeeld met Kelly en Kareltje Konijn. Tijd om te gaan, mijn kleine konijntjes. Oh, maar we willen nog langer spelen, mama. Misschien morgen wel. Mogen Peppa en George dan bij ons komen spelen? Ja, hoor. Hoera! Waarom helpt Kareltje zo? Hij vindt de trap gewoon nog een beetje eng. Waarom? Omdat wij thuis geen trappen hebben. Wat? Geen trappen? Inderdaad, dat zie je morgen wel. Tot snel. Tot snel. Het is ochtend. Peppa en George gaan vandaag naar het huis van Kelly Konijn. Mama Big mag rijden. Dan kan ik de kaart lezen. Weet je het zeker, papa Big? We verdwalen altijd als jij aan het kaartlezen bent. We verdwalen heus niet. Oké. Is iedereen er klaar voor? Ja, mama Big. En we gaan! Peppa en George zijn erg opgewonden. Ze zijn nog nooit bij Kelly en Kareltje thuis geweest. Papa, zijn we er al bijna? Volgens de kaart staat het huis van Kelly op de volgende heuvel. Ik snap er niks van. Hier zouden Kelly en Kareltje moeten wonen. We zijn verdwaald, want ik zie hier alleen een worteltjestuin. Waar zou het huis van Kelly zijn? Wil je in mijn slaapkamer spelen? Slaapkamer? Waar is je huis dan?
Peppa kan het huis van Kelly nergens ontdekken. Deze heuvel is ons huis. Dit is een konijnenhol. Oeh, wil je het zien? Tot strakjes. Ja, tot strakjes. Kom maar binnen. Wij hebben geen trappen, maar tunnels. Wauw. Dit huis is een beetje anders dan dat van Peppa. Hier is de slaapkamer. Wauw. Je hebt een bed en een groot raam en een boel speelgoed. Net zoals wij. Natuurlijk. Jouw huis is leuk. Was ik maar een konijntje. Weet je wat? Zal ik jullie leren hoe je een konijntje moet zijn? Ja, graag. Eerst moet je snuffen met je neus en piepen. Kijk zo. Squeak, squeak. Squeak, squeak. Heel erg goed, Peppa Konijn en George Konijn. Peppa vindt konijn zijn leuk. En George vindt konijn zijn ook leuk. Konijnen zijn dol op wortels. Verrukkelijk. Nom, 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 nom. Verrukkelijk. Bleh. George vindt wortels maar niks. Hij wil het niet eens proberen. Geeft niks. Dan hebben wij meer. Zeg, Kelly, wat vinden konijnen nog meer fijn? Konijnen huppen graag. Kom maar mee, dan doe ik het voor. Huppen maar. Konijnen zijn dol op huppen. Jullie zijn net konijnen. Komen jullie eten, kinderen? Mama en papa konijn hebben de lunch klaargemaakt. Kelly heeft ons geleerd hoe we een konijn moeten zijn. Ho, ho, ho. Dan hou je vast van onze lunch. Hier zijn wij dol op wortels. Verrukkelijk. Verrukkelijk. Bleh. George eet dus geen wortels. Oh, echt, George? Ik dacht dat jij een konijn was. Konijnen zijn dol op wortels. Mmm. Wauw, George eet zomaar een wortel op. En dit is onze lievelingsstaart. Worteltjestaart. Hoera! Worteltjestaart. George is nu een echt konijnenkind. Schaatsen. De familie Big gaat vandaag schaatsen. Dit wordt te gek. Peppa en George hebben nog nooit eerder geschaatst. Dus, George, jij kan vast nog niet zo heel goed schaatsen. Dus doe maar wat ik doe. Ik weet zeker dat we het allemaal best kunnen. Ja, en dan vooral ik. Eerst hebben we schaatsen nodig. Op de ijsbaan moet iedereen schaatsen aan. Dag, mevrouw Konijn. Hallo, mama Big. We willen graag wat schaatsen bij je huren. Alsjeblieft. Dank u wel. En veel plezier ermee. En daar zijn Suzie Schaap, Kelly Konijn, Henkie Hond, Zoe Zebra, Kaatje Kat, Olivia Olifant en Pedro Pony. Peppers vrienden kunnen al heel goed schaatsen. Nee. Peppa wil ook gaan schaatsen. Wow. Hallo allemaal. Hallo Peppa. Is dit de eerste keer dat je gaat schaatsen? Ja. Zou ik je laten zien hoe dat moet? Nee, bedankt hoor, Suzie. Ik denk dat ik wel weet hoe ik moet schaatsen. Oké, kom mee dan. Oeh. Dit is onmogelijk. Ik heb er absoluut geen zin meer in. Ik glij steeds uit. Doe maar rustig, Peppa. Iedereen glijdt wel eens uit als hij gaat schaatsen. Zelfs ik val wel eens. Kijk maar. Oepsie poepsie. Hoho. Gekke papa. George, zou jij willen schaatsen? Nee. George heeft nog nooit eerder geschaatst. En hij is een beetje bezorgd. Ik pas nu wel even op George. Dan kan jij Peppa leren schaatsen. Schaatsen is heel makkelijk, Peppa. Je duwt met je voet en glijdt. Duw, duw, glij. Zie je? Duw, duw, glij. Duw, duw, glij. Dit is makkelijk. Ik kan
kan het nu wel verder zelf, mama. Duw, duw, glij. Duw, duw, glij. Goed zo, Peppa. Kijk mij eens. Ik kan schaatsen. Peppa doet het echt hartstikke goed. Ja, ik ben een goede lerares. Niet zo hard, Peppa. Straks bots je tegen iemand aan. Geen paniek, mama. Ik ben heel erg goed in schaatsen. Oh, waar zit de rem? Oh nee, ik ben vergeten uit te leggen hoe ze moet stoppen. Oh-oh. Ah, ik kan niet stoppen. Kijk uit. Wow. Mama Pig heeft je leren schaatsen, maar ik heb je geleerd hoe je moet uitglijden. Ja, ik ben heel erg goed in uitglijden. George, wil je soms ook leren schaatsen? Nee. Kom op, George. Het is leuk. Ik leer het je. Eerst moet je dus George, kom terug. Ik ben nog lang niet klaar met uitleggen. Wat een verrassing. George kan fantastisch schaatsen. Wauw, moet je George zien. Dat is heel goed, George. En nu moet je leren hoe je moet stoppen. Goed zo, George. Je bent fantastisch, George. Ja, dat was heel erg goed, George. Voor je eerste les dan. Kom op, lekker schaatsen. Ja! Peppa en George zijn dol op schaatsen. Iedereen is dol op schaatsen. Mama en papa leerden mij schaatsen, maar ik leerde George. De stroomstoring. Peppa en George zijn in de huiskamer. Ze dansen op hun lievelingsmuziek. Papa Big is in de gang. Hij is aan het stofzuigen. En Mama Big zit in haar werkkamer. Ze doet belangrijk werk op haar computer. Oh! Mama, papa, het is ineens donker en de muziek is kapot gegaan. Mijn stofzuiger houdt ermee op. En mijn computer is uitgegaan. Oeh! Mama Big drukt op de lichtknop, maar de lichten gaan niet aan. We hebben vast een stroomstoring. Wat is een stroomstoring? Een stroomstoring is als er geen elektriciteit is. Wat is elasticiteit? Elektriciteit zorgt ervoor dat alles in ons huis het doet. Komt de elasticiteit dan wel weer terug? Ja, maar in de tussentijd gaan we op zoek naar een zaklamp. Ik geloof dat er eentje in de kelder ligt. Oké, dan ga ik die halen. Gaat je dat wel lukken, papa? Ho, ho, dat komt goed. Ik kan uitstekend in het donker kijken. Wie heeft dat daar neergezet? Oeh. Papa, is alles goed? Ja, het is alleen een beetje donker hier. Oh, nu weet ik het weer. De zaklamp ligt gewoon in de keuken. Aha! Mama Big heeft de zaklamp gevonden. Mag ik de zaklamp even vasthouden? Dat is goed. George, kijk naar mij. Peppa trekt een heel raar gezicht. Niet schrikken, George. Het is Peppa maar. Oh, we moeten Papa Big snel zeggen dat we de zaklamp hebben. Papa Big is nog steeds in de kelder op zoek naar de zaklamp. Hij moet hier toch ergens liggen. Papa, we hebben de zaklamp al. Gelukkig lag hij de hele tijd in de keuken. Dat is inderdaad gelukkig. Nu moeten we afwachten totdat de elektriciteit het weer doet. Hoe lang gaat dat duren? Zo ongeveer. Ik zou zeggen zo ongeveer een hele tijd. Oh. Maar George en ik willen heel graag dansen. Ik weet wat we gaan doen. We gaan gewoon lekker televisie kijken. Oh, hij gaat niet aan. De tv heeft ook elektriciteit nodig. Oh ja? Ja. Oh.
eigenlijk doen? Heel, heel vroeger, toen er nog geen televisie bestond, verzonnen de kinderen hun eigen spelletjes. Ik weet het! Ik moet een kartonnen doos hebben! Wat is Peppa toch aan het doen? Mama, wil je een gat voor me maken in deze doos? Waarvoor? Dat zie je wel. Mama Big knipt een groot gat in de kartonnen doos. Alsjeblieft, Peppa. Dank je. En nu moeten jullie dus gaan zitten, daar. En George, jij moet met de zaklamp op me schijnen. Welkom bij het Peppa Big nieuws. Met mij, Peppa Big. Peppa heeft een televisie gemaakt. Vandaag stopte de wereld met werken, omdat er een stroomstoring was. En alle elektriciteit was weg. Dat doe je heel goed, Peppa. Papa Big zegt dat de terugkomst van elektriciteit nog een hele tijd zal duren. Oh! De elektriciteit is weer terug. Hoera! Stil! Ik ben nog lang niet klaar, hoor. Doe het licht eens uit. Oké, Peppa. Mooi. Ik heb hier heel erg belangrijk nieuws. De koning heeft net nieuwe elektriciteit gevonden. En hij zegt dat iedereen weer helemaal gelukkig zal zijn. Dat is fijn, Peppa. Hoera! En nu dansen! Peppa vindt een stroomstoring erg leuk, maar dat de elektriciteit het weer doet, vindt ze toch nog net iets leuker. De tandarts. Iedere ochtend poetsen Peppa en George hun tanden. Vandaag gaat de hele familie Big naar de tandarts. Peppa, George, zijn jullie klaar om naar de tandarts te gaan? Ik heb het veel te druk voor de tandarts. Ik moet nodig thee drinken met Daddy. Ja, we hebben het heel druk. Toch gaan we naar de tandarts, want onze tanden moeten schoon en gezond blijven. Oké, papa. George, zijn jouw tanden net zo schoon als deze? George gaat voor de eerste keer naar de tandarts. Jullie hebben allebei mooie schone tanden. De tandarts zal vast heel tevreden zijn. Peppa en George zijn bij de tandarts en ze wachten in de wachtruimte. Oh, wachten is zo saai. Dit tijdschrift is buitengewoon interessant. Het gaat helemaal over aardappelen. Oh. Peppa, George, jullie zijn nu aan de beurt. Hoera! En daar staat tandarts Olifant. Hallo, Peppa. Heb je je tanden gepoetst? Ja, tandarts Olifant. Mooi. Goed. Wie wil eerst? Ik ga eerst, want ik ben al een grote meid. Goed kijken, George. Spring maar op de stoel. Hou je vast. Wee! Mond open graag. Nog meer? Graag. Mooi, laat me eens kijken. Tandarts Olifant gebruikt een spiegeltje om naar Peppa's tanden te kijken. Ik hoop dat je niet te veel snoepjes hebt gegeten, Peppa. Het is best moeilijk om te praten met je mond wijd open. Zo, en klaar. Wat een mooie schone tanden. Ze lijkt erg op mij. Krijg ik nu het speciale roze drankje? Ja, maar niet doorslikken hoor. Netjes uitspugen. George, nu is het jouw beurt. Nee. George wil helemaal niet aan de beurt zijn. Waarom hou je meneer Dinosaurus niet vast, terwijl de tandarts naar je tanden kijkt? Dinosaurus. Leuk kennis met u te maken, meneer Dinosaurus. Het is geen echte dinosaurus. Hij is gewoon van plastic. Hou je vast. Dat doe je heel erg goed, George. En wil je me je tanden laten zien? Maar George wil zijn tanden niet laten zien. George, mondje open. Kijk zo. Daar zijn ze. En klaar. Je hebt mooie, sterke, schone tanden, George. Zijn ze net zo mooi als de mijne, tandarts Olifant? Ja.
George is er trots op dat hij zulke schone tanden heeft. George, vergeet het roze drankje niet. Oh, wacht eens. Wat zie ik? Wat is er, tante Olifant? George heeft schone tanden, maar de tanden van meneer Dinosaurus zijn erg vies. Oh, nee! Nu is Tandarts Olifant erg boos op meneertje Dinosaurus. Oh, helemaal niet, Peppa. Maar tanden schoonmaken is mijn werk. De waterdouche graag, mevrouw Konijn. De tandarts gebruikt water om de dinosaurus tanden schoon te maken. De poetser graag, mevrouw Konijn. Deze maakt een beetje herrie. Tandarts Olifant poetst de tanden van meneertje Dinosaurus. Wat roze! Dat klopt, George. Meneer Dinosaurus moet ook van het speciale roze drankje. Jonge, wat heeft u schone tanden, meneer Dinosaurus? Dinosaurus. Hii, wat eng zeg! George is dol op meneertje Dinosaurus. Vooral nu hij zulke schone tanden heeft. Zoe Zebra, dochter van de postbode. De postbode, meneer Zebra, bezorgt een brief bij het huis van Peppa. Zoe Zebra rijdt vandaag met haar papa mee, want zij wil haar eigen brieven bezorgen. Henkie hond, Susie schaap en Kelly konijn. Ah, Peppa en George. Nu alleen deze nog. Mooi, dan gaan we die meteen bezorgen. Graag, papa. Post! Peppa en George zijn dol op nieuwe post. We hebben 2 brieven. Deze is voor papa Big. Oh, wat spannend. Beste meneer Big, hier is uw telefoonrekening. Oh. Een rekening? Dat klinkt wel heel saai, zeg. Rekeningen zijn heel saai, ja. Mama, is de andere brief voor jou? Nee, deze is voor Peppa en George. Wauw! De brief is voor George en mij. Kom je ook op mijn verjaardagspartijtje? Liefs Zoe Zebra. Zoe Zebra heeft Peppa en George op haar verjaardagsfeest uitgenodigd. Jippie! Nu moet je een brief naar Zoe terugschrijven, zodat ze weet dat jullie op haar feestje komen. Wil je ons helpen met schrijven, mama? Natuurlijk. Peppa en George schrijven Zoe een brief terug. Wat zou je haar willen schrijven? Beste Zoe. Beste Zoe. Maar nu weet ik niks meer. Wat dacht je van, we komen heel graag op je feestje. Hartelijke groeten, Peppa en George. Welke envelop zullen we gebruiken? De rode. Aan Zoe Zebra. En tenslotte nog een postzegel. Nu is de brief klaar om op de post te doen. Hier is de brievenbus. En hier zijn ook Henkie, Susie, Pedro, Kelly en Olivia. En ze doen allemaal een brief in de bus. En daar hebben we Peppa met haar brief. Zo, wat gebeurt er nu? Hallo allemaal. Hallo Peppa. Heb je mijn brief over het feest al gekregen? Ja, en ik heb ook een brief teruggeschreven. Oh, joepie. Kijk nou eens, wat een stapel brieven vandaag. En deze hier is van mij. Hij is heel, heel erg belangrijk. Is die voor mij? Mag ik hem openmaken? Hij is voor jou, Zoe, maar ik moet hem eerst nog officieel bezorgen. Dat hoort met echte post. Oh. En omdat ik vandaag zoveel brieven moet bezorgen, kan ik maar beter beginnen. Mogen George en ik met jullie mee? Klimmen maar in, Peppa en George. Tot strakjes dan. Peppa en George helpen meneer Zebra met het bezorgen van de post. Dit is het huis van Zoe Zebra. Deze brief hier is geadresseerd aan Zoe Zebra. Aan Zoe Zebra. Zoe Zebra. Zoe Zebra. En Zoe Zebra. Alle post is voor Zoe. Die brief is van mij. Mag ik hem posten? Maar natuurlijk. Peppa is dol op brieven posten. Mama, kijk. Al die brieven zijn voor mij. Wat geweldig. Wil je ze voorlezen? Beste Zoe,
Ik kom graag op je partijtje. Groetjes, Henkie Hond. Suzie Schaap komt ook graag op je feestje, Zoe. En ook Kelly, Pedro, Olivia, Kaatje. Ze komen echt allemaal. En deze brief is van mij. Er staat, wij komen heel graag op je feestje. Hartelijke groeten, Peppa en George. Iedereen is gekomen voor Zoe's feestje. Fijne dag, Zoe! Wauw, wat een hoop cadeautjes. Dat betekent heel veel bedankbrieven schrijven, Zoe. Oh, en wie zal al die bedankbrieven moeten bezorgen, denk je? Jij dus, papa. Maar ik help je wel. Schoolkamp. Peppa en haar klas gaan op schoolkamp. Mevrouw Gazelle, ik voel me niet zo lekker. De bus rijdt nogal hobbelen. Oh nee, Pedro Pony heeft een beetje last van wagenziekte. Arme Pedro, kom maar voorin zitten, bij mij. Zo, voelt dat al beter? Een beetje wel, ja. Mevrouw Gazelle? Oh, voel jij je ook niet lekker, Zoe? Misschien voel ik me straks niet lekker. Mag ik dan toch alvast voorin komen zitten? Mag ik ook voorin zitten? Alsjeblieft. En ik ook. Ah, oh, het spijt me, kinderen. Maar jullie kunnen niet allemaal voorin. Oh. Niet zo sip, want hier is de kampeerplaats al. Heel veel plezier allemaal. Tot ziens. Ah, oh, dit is onze kampeerplaats. Adem maar eens goed de frisse boslucht in, iedereen. Uitstekend geademd. En nu gaan we de tenten opzetten. Peppa en haar vrienden gaan hun tenten opzetten. Luister eens. Nu kiest iedereen een maatje om de tent mee te delen. Suzie, zullen wij een tent delen? Nee. Maar dat heb ik al aan Zoe beloofd. Oh, sorry Suzie, maar ik heb al met Kelly afgesproken. Maar Kelly, jij zou toch met mij samen gaan? Oh ja. Nee. Olivia, met wie ga jij samen een tent delen? Met Zoe. Oké. Mooi, dan kunnen wij nu wel samen. Dat is goed. En nu moet ik stokken voor het grote kampvuur hebben. Wij gaan ze zoeken. Maar Pedro en ik willen al stokken zoeken. Ah, oh, jullie mogen allemaal stokken gaan zoeken. Peppa en haar vriendjes zoeken allemaal naar stokken voor het grote kampvuur. Goed gedaan. Het is avond geworden en iedereen zit rondom het grote kampvuur. Kinderen, zullen we een liedje zingen? Ja! Het bingbonglied, alstublieft. Oh, dat weet ik niet. Oh, alstublieft, zing het bingbonglied. Goed dan. Oeh, ik speel de gitaar en we zingen ons lied. Met een bing en een bong en een bing. Boom, bing, boom. En nu allemaal up naar bed. Welterusten allemaal. Welterusten, mevrouw Gazelle. Peppa en Suzie kruipen hun slaapzak in. Ik heb een zaklamp. Ik ook. Alle kinderen opletten. Vanaf nu geen gegiegel meer. Wat was dat voor een gek geluid? Dat weet ik niet. Daar hoor ik het alweer. Suzie, waar ga je nou naartoe? Mevrouw Gazelle, ik ben een beetje bang. Oh, wil je liever binnenkomen? Ja, graag. Mevrouw Gazelle, ik denk dat ik ook een beetje bang ben. Mag ik dan ook binnenkomen? Natuurlijk. Mijn
Misschien dat ik straks nog een beetje bang word. Ik denk dat ik straks ook bang word. En ik ook. Kom binnen allemaal. Wilt u het bingbonglied nog eens zingen? Dat is goed. Ik speel de gitaar en we zingen ons lied met een bing en een bong en een bing. De ruzie. Peppa en Suzie Schaap spelen een spelletje. Paar, voor mij! Peppa en Suzie zijn elkaars beste vriendinnen. Paar, alweer voor mij! Jij speelt vals! Dat is niet waar! Je zat af te kijken! Deed ik niet! Ik wil dus helemaal niet meer met jou spelen! En ik wil dus niet meer met jou spelen! Oh nee, Peppa en Suzie hebben ruzie. Mevrouw Schaap is er om Suzie op te halen. Peppa, zeg eens dag tegen Suzie. Ik wil echt nooit meer met haar praten. En ik praat nooit meer met haar. Oh, jullie maken het vast weer goed. Jullie zijn elkaars beste vriendinnen. Dit is niet grappig. En wij zijn dus geen beste vriendinnen meer. Papa Big heeft vandaag gekookt. Peppa, George, etenstijd. Lekker spaghetti. Wat is er aan de hand, Peppa? Peppa en Suzie hebben een beetje ruzie gemaakt. Oh. Maar eerlijk gezegd mis ik Suzie toch wel. Zullen we Suzie eens bellen? Hallo, mevrouw Big. Mag Peppa even met Suzie praten? Hallo, Suzie. Hallo, Peppa. Zullen we weer vriendinnen zijn? Moet je wel sorry zeggen. Het spijt me dat ik zei dat je vals speelde. Ook al speelde je wel vals. Oh, en het spijt mij dat jij ooit mijn beste vriendin was. Oh. Het maakt niks uit, hoor. Ik vind makkelijk wel weer een nieuwe beste vriendin. Het is een prachtige zonnige dag. Alle kinderen spelen in de speeltuin. Henkie Hond staat op de draaimolen met zijn beste vriend Pedro Pony. Woehoe! George zit op de wipwap met zijn beste vriend Karel Konijn. Wipwap, wipwap. Suzie Schaap zit op de schommel. In haar eentje. Peppa is aan het minigolven. Ook in haar eentje. Daar is Olivia Olifant. Mag ik misschien even? Ja! Olivia, Suzie Schaap is vanaf gisteren mijn beste vriendin niet meer. Nu kun jij mijn beste vriendin zijn. Maar mijn beste vriend is Kaatje Kat. Oh. Miauw. Wee! Zoe, als je wilt, mag jij mijn beste vriendin zijn? Maar mijn beste vriendin is Kelly Konijn al. Oh. Wee! Hallo, Suzie. Hallo, Peppa. Ah, mooi. Wat fijn dat jullie weer vriendinnen zijn. Wij zijn geen vriendinnen. Wij zullen ook nooit meer vriendinnen worden. Ik vind het de hoogste tijd dat jullie het weer goed maken. Peppa, zeg sorry tegen Suzie. Alleen als zij het eerste zegt. Alleen als zij het als eerste zegt. Ik weet iets. Ik tel tot drie en dan zeggen jullie precies tegelijkertijd sorry. Oké. 1, 2, 3. Sorry. Nu kunnen jullie weer vriendinnen zijn. Hoera! Suzie, zullen we minigolven? Goed idee. Peppa en Suzie zijn weer de beste vriendinnen. Ik eerst. Mijn beurt. Mijn bal zit in het gat. Ik heb gewonnen. Maar mijn bal heeft hem erin geduwd. Ik heb gewonnen. Jij verzint gewoon je eigen regels. Jij verzint je eigen regels. Ik win. Nee, ik win. Jullie twee zijn precies hetzelfde. En daarom is Suzie mijn beste vriendin van de hele wereld. En Peppa is mijn beste vriendin van de hele wereld. De penvriendin. Peppa en haar vrienden zitten in de klas.
kinderen, wie wil een penvriendin hebben? Ik! Wat is een penvriendin? Een penvriendin is een onbekend meisje waaraan je brieven kunt schrijven. Dit kleine meisje woont in Frankrijk. Haar naam is Eline Ezel. Kan Eline Ezel mijn penvriendin worden? Maar natuurlijk, Peppa. Hoera! Het is vroeg in de morgen. Meneer Zebra, de postbode, bezorgt een paar brieven bij Peppa thuis. De post! Peppa en George vinden het heerlijk als de post wordt bezorgd. Hij is geadresseerd aan mevrouw Peppa Pig. Dat ben ik! Mama, wil je hem aan me voorlezen? Natuurlijk. Hij komt van Eline Ezel. Mijn penvriendin! Wat schrijft ze allemaal? Bonjour, Peppa. Comment ça va? Mama, waarom zeg je al die grappige woorden? Dat is Frans, Peppa. Het betekent hallo, hoe gaat het? En wat zegt ze nog meer? Ik help wel. J'aime les princesses et jouer avec mes amis. Knap hoor, papa. Ik ben heel erg goed in Frans. Wat betekent het? Papa Big poetst zijn bril schoon, zodat hij de brief beter kan bekijken. Dit is niks. Allemaal onzin. Het betekent, ik hou erg van prinsessen en speel graag met mijn vrienden. Dat wilde ik dus net gaan zeggen. Ik wil ook Frans kunnen. Misschien kun je met Eline Ezel praten. Hoe dan? Haar telefoonnummer staat hier op de brief. Jippie! Bonjour. Est-ce que c'est possible que Peppa parle à Eline? Mama Big vraagt of Peppa met Eline mag praten. Hallo? Bonjour. Bonjour. Wat moet ik nu zeggen? Comment ça va? Comment ça va? Tot ziens. Au revoir. Au revoir. Wat heeft ze gezegd? Ze praten Frans. Bonjour, George. Comment ça va? Peppa zegt, hoe gaat het met jou in het Frans? Dinosaurus. Nee, George. Zo zeg je dat toch niet in het Frans? Het is weer ochtend. Meneer Zebra bezorgt een nieuwe stapel brieven bij Peppa thuis. De post! Hoera! Mag ik nu de brief van Eline hebben, papa? Sorry, Peppa, maar vandaag is er geen brief voor jou. Oh. Ik vraag me af wie dat is. Bonjour, ik ben Eline Ezel. Is Peppa ook hier? Hoi, Eline! Bonjour! Bonjour, Peppa. Dit zijn mijn mama, mijn papa en mijn broer Emile. Bonjour. Dit zijn mijn vader en moeder en mijn kleine broertje George. Hallo. Dinosaurus. Dragon. Spreekt u ook Frans, meneer Big? Ik ben erg goed in Frans. Ah, parle de sport. J'adore l'équipe de football. Quelle est votre équipe de vous préférez? Ja. Eline, we kunnen gaan springen in modderpoelen. Eline begrijpt niet wat Peppa zegt. J'adore sauter dans les flaques de boue. Nu begrijpt Peppa niet wat Eline zegt. Alles is zo anders in het Frans, papa. Allez, Peppa. J'adore sauter dans les flaques de boue. Dat wilde ik dus juist aan jou laten zien. Wij noemen dat op en neer springen in modderpoelen. J'adore op en neer springen in modderpoelen. Iedereen in de hele wereld is dol op en neer springen in modderpoelen. Kelly Konijn. Het is de avond van een heerlijke dag. Peppa en George hebben de hele tijd gespeeld met Kelly en Kareltje Konijn. Tijd om te gaan, mijn kleine konijntjes. Oh, maar we willen nog langer spelen, mama. Misschien morgen wel. Mogen Peppa en George dan bij ons komen spelen? Ja, hoor. Hoera! Waarom helpt Kareltje zo? Hij vindt de trap gewoon nog een beetje eng.
Waarom? Omdat wij thuis geen trappen hebben. Wat? Geen trappen? Inderdaad. Dat zie je morgen wel. Tot snel. Tot snel. Het is ochtend. Peppa en George gaan vandaag naar het huis van Kelly Konijn. Mama Big mag rijden. Dan kan ik de kaart lezen. Weet je het zeker, papa Big? We verdwalen altijd als jij aan het kaart lezen bent. We verdwalen heus niet. Oké. Is iedereen er klaar voor? Ja, mama Big. En we gaan. Peppa en George zijn erg opgewonden. Ze zijn nog nooit bij Kelly en Kareltje thuis geweest. Papa, zijn we er al bijna? Volgens de kaart staat het huis van Kelly op de volgende heuvel. Ik snap er niks van. Hier zouden Kelly en Kareltje moeten wonen. We zijn verdwaald, want ik zie hier alleen een worteltjestuin. Waar zou het huis van Kelly zijn? Hallo allemaal. Hoi Kelly. Wil je in mijn slaapkamer spelen? Slaapkamer? Waar is je huis dan? Peppa kan het huis van Kelly nergens ontdekken. Deze heuvel is ons huis. Dit is een konijnenhol. Oeh. Wil je het zien? Tot strakjes. Ja, tot strakjes. Kom maar binnen. Wij hebben geen trappen, maar tunnels. Wauw. Dit huis is een beetje anders dan dat van Peppa. Hier is de slaapkamer. Wauw. Je hebt een bed en een groot raam en een boel speelgoed. Net zoals wij. Natuurlijk. Jouw huis is leuk. Was ik maar een konijntje. Weet je wat? Zal ik jullie leren hoe je een konijntje moet zijn? Ja, graag. Eerst moet je snuffen met je neus en piepen. Kijk zo. Heel erg goed, Peppa Konijn en George Konijn. Peppa vindt konijn zijn leuk. En George vindt konijn zijn ook leuk. Konijnen zijn dol op wortels. Verrukkelijk. Nom, 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 nom. Verrukkelijk. George vindt wortels maar niks. Hij wil het niet eens proberen. Geeft niks. Dan hebben wij meer. Zeg Kelly, wat vinden konijnen nog meer fijn? Konijnen huppen graag. Kom maar mee, dan doe ik het voor. Huppen maar. Konijnen zijn dol op huppen. Jullie zijn net konijnen. Komen jullie eten, kinderen? Mama en papa konijn hebben de lunch klaargemaakt. Kelly heeft ons geleerd hoe we een konijn moeten zijn. Ho, ho, ho. Dan hou je vast van onze lunch. Hier zijn wij dol op wortels. Verrukkelijk. Verrukkelijk. Bleh. George eet dus geen wortels. Oh, echt George? Ik dacht dat jij een konijn was. Konijnen zijn dol op wortels. Mmm. Wauw, George eet zomaar een wortel op. En dit is onze lievelingstaart. Worteltjestaart. Hoera! Mmm, worteltjestaart. George is nu een echt konijnenkind. Schaatsen. De familie Big gaat vandaag schaatsen. Dit wordt te gek. Peppa en George hebben nog nooit eerder geschaatst. Dus, George, jij kan vast nog niet zo heel goed schaatsen. Dus doe maar wat ik doe. Ik weet zeker dat we het allemaal best kunnen. Ja, en dan vooral ik. Eerst hebben we schaatsen nodig. Op de ijsbaan moet iedereen schaatsen aan. Dag, mevrouw Konijn. Hallo, mama Big. We willen graag wat schaatsen bij je huren. Alsjeblieft. Dank u wel. En veel plezier ermee. En daar zijn Suzie Schaap, Kelly Konijn, Henkie Hond, Zoe Zebra, Kaatje Kat, Olivia Olifant en Pedro Pony. Peppa's vrienden kunnen al heel goed schaatsen. Nee. Peppa wil ook gaan schaatsen. Wow.
Is dit de eerste keer dat je gaat schaatsen? Ja. Zal ik je laten zien hoe dat moet? Nee, bedankt hoor, Suzy. Ik denk dat ik wel weet hoe ik moet schaatsen. Oké, kom mee dan. Oeh. Dit is onmogelijk. Ik heb er absoluut geen zin meer in. Ik glij steeds uit. Doe maar rustig, Peppa. Iedereen glijdt wel eens uit als hij gaat schaatsen. Zelfs ik val wel eens. Kijk maar. Oepsie poepsie. Hoho. Gekke papa. George, zou jij willen schaatsen? Nee. George heeft nog nooit eerder geschaatst en hij is een beetje bezorgd. Ik pas nu wel even op George. Dan kan jij Peppa leren schaatsen. Schaatsen is heel makkelijk, Peppa. Je duwt met je voet en glijdt. Duw, duw, glij. Zie je? Duw, duw, glij. Duw, duw, glij. Dit is makkelijk. Ik kan het nu wel verder zelf, mama. Duw, duw, glij. Duw, duw, glij. Goed zo, Peppa. Kijk mij eens. Ik kan schaatsen. Peppa doet het echt hartstikke goed. Ja, ik ben een goede lerares. Niet zo hard, Peppa. Straks bots je tegen iemand aan. Geen paniek, mama. Ik ben heel erg goed in schaatsen. Oh, waar zit de rem? Oh nee, ik ben vergeten uit te leggen hoe ze moet stoppen. Uh-oh. Ah, ik kan niet stoppen. Kijk uit. Wow. Mama Pig heeft je leren schaatsen, maar ik heb je geleerd hoe je moet uitglijden. Ja, ik ben heel erg goed in uitglijden. George, wil jij soms ook leren schaatsen? Nee. Kom op, George. Het is leuk. Ik leer het je. Eerst moet je dus Wee! George, kom terug. Ik ben nog lang niet klaar met uitleggen. Wat een verrassing. George kan fantastisch schaatsen. Wauw, moet je George zien. Dat is heel goed, George. En nu moet je leren hoe je moet stoppen. Goed zo, George. Je bent fantastisch, George. Ja. Dat was heel erg goed, George. Voor je eerste les dan. Kom op, lekker schaatsen. Ja! Peppa en George zijn dol op schaatsen. Iedereen is dol op schaatsen. Mama en papa leerden mij schaatsen, maar ik leerde George. De stroomstoring. Peppa en George zijn in de huiskamer. Ze dansen op hun lievelingsmuziek. Papa Big is in de gang. Hij is aan het stofzuigen. En Mama Big zit in haar werkkamer. Ze doet belangrijk werk op haar computer. Oh! 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 Mama, papa! Het is ineens donker en de muziek is kapot gegaan. Mijn stofzuiger houdt ermee op. En mijn computer is uitgegaan. Oeh. Mama Big drukt op de lichtknop, maar de lichten gaan niet aan. We hebben vast een stroomstoring. Wat is een stroomstoring? Een stroomstoring is als er geen elektriciteit is. Wat is elasticiteit? Elektriciteit zorgt ervoor dat alles in ons huis het doet. Komt de elasticiteit dan wel weer terug? Ja, maar in de tussentijd gaan we op zoek naar een zaklamp. Ik geloof dat er eentje in de kelder ligt. Oké, dan ga ik die halen. Gaat je dat wel lukken, papa? Ho, ho, dat komt goed. Ik kan uitstekend in het donker kijken. Wie heeft dat daar neergezet? Oeh. Papa, is alles goed? Ja, het is alleen een beetje donker hier. Weet ik het weer. De zaklamp ligt gewoon in de keuken. Aha! Mama Big heeft de zaklamp gevonden. Mag ik de zaklamp even vasthouden?
vasthouden? Dat is goed. George, kijk naar mij. Peppa trekt een heel raar gezicht. Niet schrikken, George. Het is Peppa maar. Oh, we moeten Papa Big snel zeggen dat we de zaklamp hebben. Papa Big is nog steeds in de kelder op zoek naar de zaklamp. Hij moet hier toch ergens liggen. Papa, we hebben de zaklamp al. Gelukkig lag je de hele tijd in de keuken. Dat is inderdaad gelukkig. Nu moeten we afwachten totdat de elektriciteit het weer doet. Hoe lang gaat dat duren? Zo ongeveer. Ik zou zeggen zo ongeveer een hele tijd. Oh. Maar George en ik willen heel graag dansen. Ik weet wat we gaan doen. We gaan gewoon lekker televisie kijken. Oh, hij gaat niet aan. De tv heeft ook elektriciteit nodig. Oh ja? Ja. Oh, wat kunnen we dan nu eigenlijk doen? Heel vroeger, toen er nog geen televisie bestond, verzonnen de kinderen hun eigen spelletjes. Ik weet het! Ik moet een kartonnen doos hebben! Wat is Peppa toch aan het doen? Mama, wil je een gat voor me maken in deze doos? Waarvoor? Dat zie je wel. Mama Big knipt een groot gat in de kartonnen doos. Alsjeblieft, Peppa. Dank je. En nu moeten jullie dus gaan zitten, daar. En George, jij moet met de zaklamp op me schijnen. Welkom bij het Peppa Big nieuws. Met mij, Peppa Big. Peppa heeft een televisie gemaakt. Vandaag stopte de wereld met werken, omdat er een stroomstoring was. En alle elektriciteit was weg. Dat doe je heel goed, Peppa. Papa Big zegt dat de terugkomst van elektriciteit nog een hele tijd zal duren. Oh! De elektriciteit is weer terug. Stil! Ik ben nog lang niet klaar, hoor. Doe het licht eens uit. Oké, Peppa. Mooi. Ik heb hier heel erg belangrijk nieuws. De koning heeft net nieuwe elektriciteit gevonden. En hij zegt dat iedereen weer helemaal gelukkig zal zijn. Dat is fijn, Peppa. Hoera! En nu dansen! Peppa vindt een stroomstoring erg leuk. Maar dat de elektriciteit het weer doet, vindt ze toch nog net iets leuker. De tandarts. Iedere ochtend poetsen Peppa en George hun tanden. Vandaag gaat de hele familie Big naar de tandarts. Peppa, George, zijn jullie klaar om naar de tandarts te gaan? Ik heb het veel te druk voor de tandarts. Ik moet nodig thee drinken met Daddy. Ja, we hebben het heel druk. Toch gaan we naar de tandarts, want onze tanden moeten schoon en gezond blijven. Oké, papa. George, zijn jouw tanden net zo schoon als deze? George gaat voor de eerste keer naar de tandarts. Jullie hebben allebei mooie schone tanden. De tandarts zal vast heel tevreden zijn. Peppa en George zijn bij de tandarts en ze wachten in de wachtruimte. Oh, wachten is zo saai. Dit tijdschrift is buitengewoon interessant. Het gaat helemaal over aardappelen. Peppa, George, jullie zijn nu aan de beurt. Hoera! En daar staat tandarts Olifant. Hallo, Peppa. Heb je je tanden gepoetst? Ja, tandarts Olifant. Mooi. Goed, wie wil eerst? Ik ga eerst, want ik ben al een grote meid. Goed kijken, George. Spring maar op de stoel. Hou je vast. Wee! Mond open graag. Nog meer? Graag. Mooi. Laat me eens kijken. Tandarts Olifant gebruikt een spiegeltje om naar Peppa's tanden te kijken. Ik hoop dat je niet te veel snoepjes hebt gegeten, Peppa. Het is best moeilijk om te praten met je mond wijd open. Zo. En klaar. Wat een mooie schone tanden.
Ze lijkt erg op mij. Krijg ik nu het speciale roze drankje? Ja, maar niet doorslikken hoor. Netjes uitspugen. George, nu is het jouw beurt. Nee. George wil helemaal niet aan de beurt zijn. Waarom hou je meneer Dinosaurus niet vast, terwijl de tandarts naar je tanden kijkt? Dinosaurus. Leuk kennis met u te maken, meneer Dinosaurus. Het is geen echte dinosaurus. Hij is gewoon van plastic. Hou je vast. Dat doe je heel erg goed, George. En wil je me je tanden laten zien? Maar George wil zijn tanden niet laten zien. George, mondje open. Kijk zo. Ah! Ah! Ah, daar zijn ze. En klaar. Je hebt mooie, sterke, schone tanden, George. Zijn ze net zo mooi als de mijne, tandartsolifant? Ah! Ja. George is er trots op dat hij zulke schone tanden heeft. George, vergeet het roze drankje niet. Oh, wacht eens. Wat zie ik? Wat is er, tandartsolifant? George heeft schone tanden, maar de tanden van meneer Dinosaurus zijn erg vies. Oh, nee. Nu is tandartsolifant erg boos op meneertje Dinosaurus. Helemaal niet, Peppa. Maar tanden schoonmaken is mijn werk. De water doet graag, mevrouw Konijn. De tandarts gebruikt water om de dinosaurus tanden schoon te maken. Dat poetst ze graag, mevrouw Konijn. Deze maakt een beetje herrie. Tandarts Olifant poetst de tanden van meneertje dinosaurus. Roze. Dat klopt, George. Meneer dinosaurus moet ook van het speciale roze drankje. Jongen, wat heeft u schone tanden, meneer dinosaurus? Dinosaurus. Hii, wat eng zeg. George is dol op meneertje dinosaurus. Vooral nu hij zulke schone tanden heeft. Zoe Zebra, dochter van de postbode. De postbode, meneer Zebra, bezorgt een brief bij het huis van Peppa. Zoe Zebra rijdt vandaag met haar papa mee, want zij wil haar eigen brieven bezorgen. Henkie hond, Susie schaap en Kelly konijn. Ah, Peppa en George. Nu alleen deze nog. Mooi, dan gaan we die meteen bezorgen. Graag, papa. Post! Peppa en George zijn dol op nieuwe post. We hebben twee brieven. Deze is voor papa Big. Oh, wat spannend. Beste meneer Big, hier is uw telefoonrekening. Oh. Een rekening? Dat klinkt wel heel saai, zeg. Rekeningen zijn heel saai, ja. Mama, is de andere brief voor jou? Nee, deze is voor Peppa en George. Wauw! De brief is voor George en mij. Kom je ook op mijn verjaardagspartijtje? Liefs Zoe Zebra. Zoe Zebra heeft Peppa en George op haar verjaardagsfeest uitgenodigd. Jippie! Nu moet je een brief naar Zoe terugschrijven, zodat ze weet dat jullie op haar feestje komen. Wil je ons helpen met schrijven, mama? Natuurlijk. Peppa en George schrijven Zoe een brief terug. Wat zou je haar willen schrijven? Beste Zoe. Beste Zoe. Maar nu weet ik niks meer. Wat dacht je van, we komen heel graag op je feestje. Hartelijke groeten, Peppa en George. Welke envelop zullen we gebruiken? De rode. Aan Zoe Zebra. En tenslotte nog een postzegel. Nu is de brief klaar om op de post te doen. Hier is de brievenbus. En hier zijn ook Henkie, Susie, Pedro, Kelly en Olivia. En ze doen allemaal een brief in de bus. En daar hebben we Peppa met haar brief. Zo, wat gebeurt er nu? Hallo allemaal. Hallo Peppa. Heb je mijn brief over het feest al gekregen? Ja, en ik heb ook een brief teruggeschreven. Oh, joepie.
Kijk nou eens, wat een stapel brieven vandaag. En deze hier is van mij. Hij is heel, heel erg belangrijk. Is die voor mij? Mag ik hem openmaken? Hij is voor jou, Zoe, maar ik moet hem eerst nog officieel bezorgen. Dat hoort met echte post. Oh. En omdat ik vandaag zoveel brieven moet bezorgen, kan ik maar beter beginnen. Mogen George en ik met jullie mee? Klim maar in, Peppa en George. Tot strakjes dan. Peppa en George helpen meneer Zebra met het bezorgen van de post. Dit is het huis van Zoe Zebra. Deze brief hier is geadresseerd aan Zoe Zebra. Aan Zoe Zebra. Zoe Zebra. Zoe Zebra. En Zoe Zebra. Alle post is voor Zoe. Die brief is van mij. Mag ik hem posten? Maar natuurlijk. Peppa is dol op brieven posten. Mama, kijk! Al die brieven zijn voor mij. Wat geweldig. Wil je ze voorlezen? Beste Zoe, ik kom graag op je partijtje. Groetjes, Henkie Hond. Suzy Schaap komt ook graag op je feestje, Zoe. En ook Kelly, Pedro, Olivia, Kaatje. Ze komen echt allemaal. En deze brief is van mij. Er staat, wij komen heel graag op je feestje. Hartelijke groeten, Peppa en George. Iedereen is gekomen voor Zoe's feestje. Fijne dag, Zoe! Wauw, wat een hoop cadeautjes. Dat betekent heel veel bedankbrieven schrijven, Zoe. Oh, en wie zal al die bedankbrieven moeten bezorgen, denk je? Jij dus, papa. Maar ik help je wel. Schoolkamp. Peppa en haar klas gaan op schoolkamp. Mevrouw Gazelle, ik voel me niet zo lekker. De bus rijdt nogal hobbelen. Oh nee, Pedro Pony heeft een beetje last van wagenziekte. Arme Pedro, kom maar voorin zitten, bij mij. Zo, voelt dat al beter? Een beetje wel, ja. Mevrouw Gazelle? Oh, voel jij je ook niet lekker, Zoe? Misschien voel ik me straks niet lekker. Mag ik dan toch alvast voorin komen zitten? Mag ik ook voorin zitten? Alsjeblieft. En ik ook. Oh, het spijt me, kinderen. Maar jullie kunnen niet allemaal voorin. Aww. Niet zo sip, want hier is de kampeerplaats al. Heel veel plezier allemaal. Tot ziens. Oh, dit is onze kampeerplaats. Adem maar eens goed de frisse boslucht in, iedereen. Oh. Uitstekend geademd. En nu gaan we de tenten opzetten. Peppa en haar vrienden gaan hun tenten opzetten. Luister eens. Nu kiest iedereen een maatje om de tent mee te delen. Suzy, zullen wij een tent delen? Nee. Maar dat heb ik al aan Zoe beloofd. Oh, sorry Suzy. Maar ik heb al met Kelly afgesproken. Maar Kelly, jij zou toch met mij samen gaan? Oh ja. Olivia, met wie ga jij samen een tent delen? Met Zoe. Oké. Mooi, dan kunnen wij nu wel samen. Dat is goed. En nu moet ik stokken voor het grote kampvuur hebben. Wij gaan ze zoeken. Maar Pedro en ik willen al stokken zoeken. Oh, jullie mogen allemaal stokken gaan zoeken. Peppa en haar vriendjes zoeken allemaal naar stokken voor het grote kampvuur. Goed gedaan. Het is avond geworden en iedereen zit rondom het grote kampvuur. Kinderen, zullen we een liedje zingen? Ja! Het bingbonglied, alstublieft. Oh, dat weet ik niet. Oh, alstublieft, zing het bingbonglied. Goed dan. Oeh, ik speel de gitaar en we zingen ons lied. Met een bing en een bong en een bing. Boom, bing, boom. Ooh!
En nu allemaal up naar bed. Welterusten allemaal. Welterusten, mama Gazelle. Peppa en Suzy kruipen hun slaapzak in. Ik heb een zaklamp. Ik ook. Alle kinderen opletten. Vanaf nu geen bruggiegel meer. Wat was dat voor een gek geluid? Dat weet ik niet. Daar hoor ik het alweer. Suzy, waar ga je nou naartoe? Mevrouw Gazelle, ik ben een beetje bang. Oh, wil je liever binnenkomen? Ja, graag. Mevrouw Gazelle, ik denk dat ik ook een beetje bang ben. Mag ik dan ook binnenkomen? Natuurlijk. Misschien dat ik straks nog een beetje bang word. Ik denk dat ik straks ook bang word. En ik ook. Kom binnen allemaal. Wilt u het bingbonglied nog eens zingen? Dat is goed. Ik speel de gitaar en we zingen ons lied. Met een bing en een bong en een bing. De ruzie. Peppa en Suzy Schaap spelen een spelletje. Paar, voor mij! Peppa en Suzy zijn elkaars beste vriendinnen. Paar, alweer voor mij! Jij speelt vals! Dat is niet waar! Je zat af te kijken! Deed ik niet! Ik wil dus helemaal niet meer met jou spelen! En ik wil dus niet meer met jou spelen! Oh nee, Peppa en Suzy hebben ruzie. Mevrouw Schaap is er om Suzy op te halen. Peppa, zeg eens dag tegen Suzy. Ik wil echt nooit meer met haar praten. En ik praat nooit meer met haar. Oh, jullie maken het vast weer goed. Jullie zijn elkaars beste vriendinnen. Dit is niet grappig. En wij zijn dus geen beste vriendinnen meer. Papa Big heeft vandaag gekookt. Peppa, George, etenstijd. Lekker spaghetti. Wat is er aan de hand, Peppa? Peppa en Suzy hebben een beetje ruzie gemaakt. Oh. Maar eerlijk gezegd mis ik Suzy toch wel. Zullen we Suzy eens bellen? Hallo, mevrouw Big. Mag Peppa even met Suzy praten? Hallo, Suzy. Hallo, Peppa. Zullen we weer vriendinnen zijn? Moet je wel sorry zeggen. Het spijt me dat ik zei dat je vals speelde. Ook al speelde je wel vals. Oh, en het spijt mij dat jij ooit mijn beste vriendin was. Oh. Het maakt niks uit, hoor. Ik vind makkelijk wel weer een nieuwe beste vriendin. Het is een prachtige zonnige dag. Alle kinderen spelen in de speeltuin. Henkie Hond staat op de draaimolen met zijn beste vriend Pedro Pony. Woei! George zit op de wipwap met zijn beste vriend Karel Konijn. Wipwap, wipwap. Suzy Schaap zit op de schommel. In haar eentje. Peppa is aan het minigolven. Ook in haar eentje. Daar is Olivia Olifant. Mag ik misschien even? Ja! Olivia, Suzy Schaap is vanaf gisteren mijn beste vriendin niet meer. Nu kun jij mijn beste vriendin zijn. Maar mijn beste vriend is Kaatje Kat. Oh. Miauw. Wee! Zoe, als je wilt, mag jij mijn beste vriendin zijn? Maar mijn beste vriendin is Kelly Konijn al. Oh. Wee! Hallo, Suzy. Hallo, Peppa. Ah, mooi. Wat fijn dat jullie weer vriendinnen zijn. Wij zijn geen vriendinnen. Wij zullen ook nooit meer vriendinnen worden. Ik vind het de hoogste tijd dat jullie het weer goed maken. Peppa, zeg sorry tegen Suzy. Alleen als zij het eerste zegt. Alleen als zij het als eerste zegt.
Ik weet iets. Ik tel tot drie en dan zeggen jullie precies tegelijkertijd sorry. Oké. 1, 2, 3. Sorry. Nu kunnen jullie weer vriendinnen zijn. Hoera! Suzy, zullen we minigolven? Goed idee! Peppa en Suzy zijn weer de beste vriendinnen. Ik eerst. Mijn beurt. Mijn bal zit in het gat. Ik heb gewonnen. Maar mijn bal heeft hem erin geduwd. Ik heb gewonnen. Jij verzint gewoon je eigen regels. Jij verzint je eigen regels. Ik win. Nee, ik win. Jullie twee zijn precies hetzelfde. En daarom is Suzy mijn beste vriendin van de hele wereld. En Peppa is mijn beste vriendin van de hele wereld. De penvriendin. Peppa en haar vrienden zitten in de klas. Kinderen, wie wil een penvriendin hebben? Ik! Wat is een penvriendin? Een penvriendin is een onbekend meisje waaraan je brieven kunt schrijven. Dit kleine meisje woont in Frankrijk. Haar naam is Eline Ezel. Kan Eline Ezel mijn penvriendin worden? Maar natuurlijk, Peppa. Hoera! Het is vroeg in de morgen. Meneer Zebra, de postbode, bezorgt een paar brieven bij Peppa thuis. De post! Peppa en George vinden het heerlijk als de post wordt bezorgd. Hij is geadresseerd aan mejuffrouw Peppa Big. Dat ben ik! Mama, wil je hem aan me voorlezen? Natuurlijk. Hij komt van Eline Ezel. Mijn penvriendin! Wat schrijft ze allemaal? Bonjour, Peppa. Comment ça va? Mama, waarom zeg je al die grappige woorden? Dat is Frans, Peppa. Het betekent hallo, hoe gaat het? En wat zegt ze nog meer? Ik help wel. J'aime les princesses et jouer avec mes amis. Knap hoor, papa. Ik ben heel erg goed in Frans. Wat betekent het? Papa Big poetst zijn bril schoon, zodat hij de brief beter kan bekijken. Dit is niks. Allemaal onzin. Het betekent, ik hou erg van prinsessen en speel graag met mijn vrienden. Dat wilde ik dus net gaan zeggen. Ik wil ook Frans kunnen. Misschien kun je met Eline Ezel praten. Hoe dan? Haar telefoonnummer staat hier op de brief. Jippie! Bonjour. Est-ce que c'est possible que Peppa parle à Eline? Mama Big vraagt of Peppa met Eline mag praten. Hallo? Bonjour. Bonjour. Wat moet ik nu zeggen? Comment ça va? Comment ça va? Tot ziens. Au revoir. Au revoir. Wat heeft ze gezegd? Ze praten Frans. Bonjour, George. Comment ça va? Peppa zegt, hoe gaat het met jou in het Frans? Dinosaurus. Nee, George. Zo zeg je dat toch niet in het Frans? Het is weer ochtend. Meneer Zebra bezorgt een nieuwe stapel brieven bij Peppa thuis. De post! Hoera! Mag ik nu de brief van Eline hebben, papa? Sorry, Peppa, maar vandaag is er geen brief voor jou. Oh. Ik vraag me af wie dat is. Bonjour, ik ben Eline Ezel. Is Peppa ook hier? Hoi, Eline! Bonjour! Bonjour, Peppa. Dit zijn mijn mama, mijn papa en mijn broer Emile. Bonjour! Dit zijn mijn vader en moeder en mijn kleine broertje George. Hallo! Dinosaurus. Dragon. Spreekt u ook Frans, meneer Big? Ik ben erg goed in Frans. Ah, parle de sport. J'adore l'équipe de football. Quelle est votre équipe de vous préférez? Ja. Eline, we kunnen gaan springen in modderpoelen. Eline begrijpt niet wat Peppa zegt. J'adore sauter dans les flaques de boue. Nu begrijpt Peppa niet wat Eline zegt. Alle
alles is zo anders in het Frans, papa. Allee, papa. J'adore sauté dans les flaques de boue. Ah, dat wilde ik dus juist aan jou laten zien. Wij noemen dat op en neer springen in modderpoelen. J'adore op en neer springen in modderpoelen. Iedereen in de hele wereld is dol op en neer springen in modderpoelen. Kelly Konijn. Het is de avond van een heerlijke dag. Peppe en George hebben de hele tijd gespeeld met Kelly en Kareltje Konijn. Tijd om te gaan, mijn kleine konijntjes. Oh, maar we willen nog langer spelen, mama. Misschien morgen wel. Mogen Peppa en George dan bij ons komen spelen? Ja, hoor. Hoera! Waarom huilt Kareltje zo? Hij vindt de trap gewoon nog een beetje eng. Waarom? Omdat wij thuis geen trappen hebben. Wat? Geen trappen? Inderdaad, dat zie je morgen wel. Tot snel. Tot snel. Het is ochtend. Peppa en George gaan vandaag naar het huis van Kelly Konijn. Mama Big mag rijden. Dan kan ik de kaart lezen. Weet je het zeker, papa Big? We verdwalen altijd als jij aan het kaart lezen bent. We verdwalen heus niet. Oké. Is iedereen er klaar voor? Ja, mama Big. En we gaan! Peppa en George zijn erg opgewonden. Ze zijn nog nooit bij Kelly en Kareltje thuis geweest. Papa, zijn we er al bijna? Volgens de kaart staat het huis van Kelly op de volgende heuvel. Ik snap er niks van. Hier zouden Kelly en Kareltje moeten wonen. We zijn verdwaald, want ik zie hier alleen een worteltjestuin. Waar zou het huis van Kelly zijn? Wil je in mijn slaapkamer spelen? Slaapkamer? Waar is je huis dan? Peppa kan het huis van Kelly nergens ontdekken. Deze heuvel is ons huis. Dit is een konijnenhol. Oeh. Wil je het zien? Tot strakjes. Ja, tot strakjes. Kom maar binnen. Wij hebben geen trappen, maar tunnels. Wauw. Dit huis is een beetje anders dan dat van Peppa. Hier is de slaapkamer. Wauw. Je hebt een bed en een groot raam en een boel speelgoed. Net zoals wij. Natuurlijk. Jouw huis is leuk. Was ik maar een konijntje. Weet je wat? Zal ik jullie leren hoe je een konijntje moet zijn? Ja, graag. Eerst moet je snuffen met je neus en piepen. Kijk zo. Heel erg goed, Peppa Konijn en George Konijn. Peppa vindt konijn zijn leuk. En George vindt konijn zijn ook leuk. Konijnen zijn dol op wortels. Verrukkelijk. Nom, 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 nom. Verrukkelijk. George vindt wortels maar niks. Hij wil het niet eens proberen. Geef niks. Dan hebben wij meer. Zeg, Kelly, wat vinden konijnen nog meer fijn? Konijnen huppen graag. Kom maar mee, dan doe ik het voor. Huppen maar. Konijnen zijn dol op huppen. Jullie zijn net konijnen. Komen jullie eten, kinderen? Mama en papa konijn hebben de lunch klaargemaakt. Kelly heeft ons geleerd hoe we een konijn moeten zijn. Ho, ho, ho. Dan hou je vast van onze lunch. Hier zijn wij dol op wortels. Verrukkelijk. Verrukkelijk. Bleh. George eet dus geen wortels. Oh, echt, George? Ik dacht dat jij een konijn was. Konijnen zijn dol op wortels. Mmm. Wauw, George eet zomaar een wortel op. En dit is onze lievelingstaart. Worteltjestaart. Hoera! Mmm, worteltjestaart. George is nu een echt konijnenkind. Squeak, squeak.
schaatsen. De familie Big gaat vandaag schaatsen. Dit wordt te gek. Peppa en George hebben nog nooit eerder geschaatst. Dus, George, jij kan vast nog niet zo heel goed schaatsen. Dus doe maar wat ik doe. Ik weet zeker dat we het allemaal best kunnen. Ja, en dan vooral ik. Eerst hebben we schaatsen nodig. Op de ijsbaan moet iedereen schaatsen aan. Dag, mevrouw Konijn. Hallo, mama Big. We willen graag wat schaatsen bij je huren. Alsjeblieft. Dank u wel. En veel plezier ermee. En daar zijn Suzie Schaap, Kelly Konijn, Henkie Hond, Zoe Zebra, Kaatje Kat, Olivia Olifant en Pedro Pony. Peppa's vrienden kunnen al heel goed schaatsen. Peppa wil ook gaan schaatsen. Wow! Hallo allemaal! Hallo Peppa! Is dit de eerste keer dat je gaat schaatsen? Ja. Zou ik je laten zien hoe dat moet? Nee, bedankt hoor, Suzie. Ik denk dat ik wel weet hoe ik moet schaatsen. Oké, kom mee dan. Oeh. Dit is onmogelijk. Ik heb er absoluut geen zin meer in. Ik glij steeds uit. Doe maar rustig, Peppa. Iedereen glijdt wel eens uit als hij gaat schaatsen. Zelfs ik val wel eens. Kijk maar. Oepsie poepsie. Hoho. Gekke papa. George, zou jij willen schaatsen? Nee. George heeft nog nooit eerder geschaatst. En hij is een beetje bezorgd. Ik pas nu wel even op George. Dan kan jij Peppa leren schaatsen. Schaatsen is heel makkelijk, Peppa. Je duwt met je voet en glijdt. Duw, duw, glij. Zie je? Duw, duw, glij. Duw, duw, glij. Dit is makkelijk. Ik kan het nu wel verder zelf, mama. Duw, duw, glij. Duw, duw, glij. Goed zo, Peppa. Kijk mij eens. Ik kan schaatsen. Peppa doet het echt hartstikke goed. Ja, ik ben een goede lerares. Niet zo hard, Peppa. Straks bots je tegen iemand aan. Geen paniek, mama. Ik ben heel erg goed in schaatsen. Oh, waar zit de rem? Oh nee, ik ben vergeten uit te leggen hoe ze moet stoppen. Uh-oh. Ah, ik kan niet stoppen. Kijk uit. Wow. Mama Big heeft je leren schaatsen, maar ik heb je geleerd hoe je moet uitglijden. Ja, ik ben heel erg goed in uitglijden. George, wil jij soms ook leren schaatsen? Nee. Kom op, George, het is leuk. Ik leer het je. Eerst moet je dus Oei! George, kom terug. Ik ben nog lang niet klaar met uitleggen. Wat een verrassing. George kan fantastisch schaatsen. Wauw, moet je George zien. Dat is heel goed, George. En nu moet je leren hoe je moet stoppen. Goed zo, George. Je bent fantastisch, George. Ja. Dat was heel erg goed, George. Voor je eerste les dan. Kom op, lekker schaatsen. Ja! Peppa en George zijn dol op schaatsen. Iedereen is dol op schaatsen. Mama en papa leerden mij schaatsen, maar ik leerde George. De stroomstoring. Peppa en George zijn in de huiskamer. Ze dansen op hun lievelingsmuziek. Papa Big is in de gang. Hij is aan het stofzuigen. En mama Big zit in haar werkkamer. Ze doet belangrijk werk op haar computer. Oh! 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 Mama, papa! Het is ineens donker en de muziek is
kapot gegaan. Mijn stofzuiger houdt ermee op. En mijn computer is uitgegaan. Oeh. Mama Big drukt op de lichtknop, maar de lichten gaan niet aan. We hebben vast een stroomstoring. Wat is een stroomstoring? Een stroomstoring is als er geen elektriciteit is. Wat is elasticiteit? Elektriciteit zorgt ervoor dat alles in ons huis het doet. Komt de elasticiteit dan wel weer terug? Ja, maar in de tussentijd gaan we op zoek naar een zaklamp. Ik geloof dat er eentje in de kelder ligt. Oké, dan ga ik die halen. Gaat je dat wel lukken, papa? Ho, ho, dat komt goed. Ik kan uitstekend in het donker kijken. Wie heeft dat daar neergezet? Oeh. Papa, is alles goed? Ja, het is alleen een beetje donker hier. Oh, nu weet ik het weer. De zaklamp ligt gewoon in de keuken. Aha. Mama Big heeft de zaklamp gevonden. Mag ik de zaklamp even vasthouden? Dat is goed. George, kijk naar mij. Peppa trekt een heel raar gezicht. Niet schrikken, George. Het is Peppa maar. Oh, we moeten papa Big snel zeggen dat we de zaklamp hebben. Papa Big is nog steeds in de kelder op zoek naar de zaklamp. Hij moet hier toch ergens liggen. Papa, we hebben de zaklamp al. Gelukkig lag je de hele tijd in de keuken. Dat is inderdaad gelukkig. Nu moeten we afwachten totdat de elektriciteit het weer doet. Hoe lang gaat dat duren? Zo ongeveer. Ik zou zeggen zo ongeveer een hele tijd. Oh. Maar George en ik willen heel graag dansen. Ik weet wat we gaan doen. We gaan gewoon lekker televisie kijken. Oh, hij gaat niet aan. De tv heeft ook elektriciteit nodig. Oh ja? Ja. Oh, wat kunnen we dan nu eigenlijk doen? Heel, heel vroeger, toen er nog geen televisie bestond, verzonnen de kinderen hun eigen spelletjes. Ik weet het! Ik moet een kartonnen doos hebben! Wat is Peppa toch aan het doen? Mama, wil je een gat voor me maken in deze doos? Waarvoor? Dat zie je wel. Mama Big knipt een groot gat in de kartonnen doos. Alsjeblieft, Peppa. Dank je. En nu moeten jullie dus gaan zitten daar. En George, jij moet met de zaklamp op me schijnen. Welkom bij het Peppa Big nieuws. Met mij, Peppa Big. Peppa heeft een televisie gemaakt. Vandaag stopte de wereld met werken, omdat er een stroomstoring was. En alle elektriciteit was weg. Dat doe je heel goed, Peppa. Papa Big zegt dat de terugkomst van elektriciteit nog een hele tijd zal duren. Oh! De elektriciteit is weer terug. Ja! Stil! Ik ben nog lang niet klaar, hoor. Doe het licht eens uit. Oké, Peppa. Mooi. Ik heb hier heel erg belangrijk nieuws. De koning heeft net nieuwe elektriciteit gevonden. En hij zegt dat iedereen weer helemaal gelukkig zal zijn. Dat is fijn, Peppa. Hoera! En nu dansen! Peppa vindt een stroomstoring erg leuk. Maar dat de elektriciteit het weer doet, vindt ze toch nog net iets leuker. De tandarts. Iedere ochtend poetsen Peppa en George hun tanden. Vandaag gaat de hele familie Big naar de tandarts. Peppa, George, zijn jullie klaar om naar de tandarts te gaan? Ik heb het veel te druk voor de tandarts. Ik moet nodig thee drinken met Daddy. Ja, we hebben het heel druk. Toch gaan we naar de tandarts, want onze tanden moeten schoon en gezond blijven. Oké, papa. George, zijn jouw tanden net zo schoon als deze? George gaat voor de eerste keer naar de tandarts. Jullie hebben allebei mooie schone tanden. De tandarts zal vast heel tevreden zijn. Peppa en George zijn bij de tandarts en ze wachten in de wachtruimte. Oh, wachten is zo saai. Dit tijdschrift is buitengewoon interessant. Het gaat helemaal over aardappelen.
Peppa, George, jullie zijn nu aan de beurt. Hoera! En daar staat Tandarts Olifant. Hallo, Peppa. Heb je je tanden gepoetst? Ja, Tandarts Olifant. Mooi. Goed. Wie wil eerst? Ik ga eerst, want ik ben al een grote meid. Goed kijken, George. Spring maar op de stoel. Hou je vast. Wee! Mond open graag. Nog meer? Graag. Mooi, laat me eens kijken. Tandarts Olifant gebruikt een spiegeltje om naar Peppa's tanden te kijken. Ik hoop dat je niet te veel snoepjes hebt gegeten, Peppa. Het is best moeilijk om te praten met je mond wijd open. Zo, en klaar. Wat een mooie schone tanden. Ze lijkt erg op mij. Krijg ik nu het speciale roze drankje? Ja, maar niet doorslikken hoor. Netjes uitspugen. George, nu is het jouw beurt. Nee. George wil helemaal niet aan de beurt zijn. Waarom hou je meneer Dinosaurus niet vast, terwijl de tandarts naar je tanden kijkt? Dinosaurus. Leuk kennis met u te maken, meneer Dinosaurus. Het is geen echte dinosaurus. Hij is gewoon van plastic. Hou je vast. Dat doe je heel erg goed, George. En wil je me je tanden laten zien? Maar George wil zijn tanden niet laten zien. George, mondje open. Kijk zo. Daar zijn ze. En klaar. Je hebt mooie, sterke, schone tanden, George. Zijn ze net zo mooi als de mijne, tandarts olifant? Ja. George is er trots op dat hij zulke schone tanden heeft. George, vergeet het roze drankje niet. Oh, wacht eens. Wat zie ik? Wat is er, tandarts olifant? George heeft schone tanden, maar de tanden van meneer Dinosaurus zijn erg vies. Oh, nee. Nu is tandarts olifant erg boos op meneertje Dinosaurus. Helemaal niet, Peppa. Maar tanden schoonmaken is mijn werk. De waterdouche graag, mevrouw Konijn. De tandarts gebruikt water om de dinosaurus tanden schoon te maken. De poetser graag, mevrouw Konijn. Deze maakt een beetje herrie. Tandarts olifant poetst de tanden van meneertje Dinosaurus. Wat roze! Dat klopt, George. Meneer Dinosaurus moet ook van het speciale roze drankje. Jongen, wat heeft u schone tanden, meneer Dinosaurus? Dinosaurus. Wat eng zeg! George is dol op meneertje Dinosaurus. Vooral nu hij zulke schone tanden heeft. Zoe Zebra, dochter van de postbode. De postbode, meneer Zebra, bezorgt een brief bij het huis van Peppa. Zoe Zebra rijdt vandaag met haar papa mee, want zij wil haar eigen brieven bezorgen. Henkie hond, Susie schaap en Kelly konijn. Ah, Peppa en George. Nu alleen deze nog. Mooi, dan gaan we die meteen bezorgen. Graag, papa. Post! Peppa en George zijn dol op nieuwe post. We hebben 2 brieven. Deze is voor papa Big. Oh, wat spannend. Beste meneer Big. Hier is uw telefoonrekening. Oh. Een rekening? Dat klinkt wel heel saai, zeg. Rekeningen zijn heel saai, ja. Mama, is de andere brief voor jou? Nee, deze is voor Peppa en George. Wauw! De brief is voor George en mij. Kom je ook op mijn verjaardagspartijtje? Liefst Zoe Zebra. Zoe Zebra heeft Peppa en George op haar verjaardagsfeest uitgenodigd. Jippie! Nu moet je een brief naar Zoe terugschrijven, zodat ze weet dat jullie op haar feestje komen. Wil je ons helpen met schrijven, mama? Natuurlijk. Peppa en George schrijven Zoe een brief terug. Wat
zou je haar willen schrijven? Beste Zoe. Beste Zoe. Maar nu weet ik niks meer. Wat dacht je van, we komen heel graag op je feestje. Hartelijke groeten, Peppa en George. Welke envelop zullen we gebruiken? De rode. Aan Zoe Zebra. En tenslotte nog een postzegel. Nu is de brief klaar om op de post te doen. Hier is de brievenbus. En hier zijn ook Henkie, Suzie, Pedro, Kelly en Olivia. En ze doen allemaal een brief in de bus. En daar hebben we Peppa met haar brief. Zo, wat gebeurt er nu? Hallo allemaal. Hallo Peppa. Heb je mijn brief over het feest al gekregen? Ja, en ik heb ook een brief teruggeschreven. Oh, joepie. Kijk nou eens, wat een stapel brieven vandaag. En deze hier is van mij. Hij is heel, heel erg belangrijk. Is die voor mij? Mag ik hem openmaken? Hij is voor jou, Zoe, maar ik moet hem eerst nog officieel bezorgen. Dat hoort met echte post. Oh. En omdat ik vandaag zoveel brieven moet bezorgen, kan ik maar beter beginnen. Mogen George en ik met jullie mee? Klim maar in, Peppa en George. Tot strakjes dan. Peppa en George helpen meneer Zebra met het bezorgen van de post. Dit is het huis van Zoe Zebra. Deze brief hier is geadresseerd aan Zoe Zebra. Aan Zoe Zebra. Zoe Zebra. Zoe Zebra. En Zoe Zebra. Alle post is voor Zoe. Die brief is van mij. Mag ik hem posten? Maar natuurlijk. Peppa is dol op brieven posten. Mama, kijk. Al die brieven zijn voor mij. Wat geweldig. Wil je ze voorlezen? Beste Zoe, ik kom graag op je partijtje. Groetjes, Henkie Hond. Suzie Schaap komt ook graag op je feestje, Zoe. En ook Kelly, Pedro, Olivia, Kaatje. Ze komen echt allemaal. En deze brief is van mij. Er staat, wij komen heel graag op je feestje. Hartelijke groeten, Peppa en George. Iedereen is gekomen voor Zoe's feestje. Fijne eerste, Zoe! Wauw, wat een hoop cadeautjes. Dat betekent heel veel bedankbrieven schrijven, Zoe. Oh, en wie zal al die bedankbrieven moeten bezorgen, denk je? Jij dus, papa. Maar ik help je wel. Schoolkamp. Peppa en haar klas gaan op schoolkamp. Mevrouw Gazelle, ik voel me niet zo lekker. De bus rijdt nogal hobbelen. Oh nee, Pedro Pony heeft een beetje last van wagenziekte. Arme Pedro, kom maar voorin zitten, bij mij. Zo, voelt dat al beter? Een beetje wel, ja. Mevrouw Gazelle? Oh, voel jij je ook niet lekker, Zoe? Misschien voel ik me straks niet lekker. Mag ik dan toch alvast voorin komen zitten? Mag ik ook voorin zitten? Alsjeblieft. En ik ook. Ah, oh, het spijt me, kinderen. Maar jullie kunnen niet allemaal voorin. Oh. Niet zo sip, want hier is de kampeerplaats al. Heel veel plezier allemaal. Tot ziens. Ah, oh, dit is onze kampeerplaats. Adem maar eens goed de frisse boslucht in, iedereen. Uitstekend geademd. En nu gaan we de tenten opzetten. Peppa en haar vrienden gaan hun tenten opzetten. Luister eens. Nu kiest iedereen een maatje om de tent mee te delen. Suzie, zullen wij een tent delen? Nee. Maar dat heb ik al aan Zoe beloofd. Oh, sorry Suzie, maar ik heb al met Kelly afgesproken. Maar Kelly, jij zou toch met mij samen gaan? Oh ja. Nee. Olivia, met wie ga jij samen een tent delen? Met Zoe. Oké. Mooi, dan kunnen wij nu wel samen. Dat is goed. En nu moet ik stokken voor het grote kampvuur hebben. Wij gaan ze zoeken.
Maar Pedro en ik willen al stokken zoeken. Ha? Oh, jullie mogen allemaal stokken gaan zoeken. Peppa en haar vriendjes zoeken allemaal naar stokken voor het grote kampvuur. Goed gedaan! Het is avond geworden en iedereen zit rondom het grote kampvuur. Kinderen, zullen we een liedje zingen? Ja! Het bingbonglied, alstublieft. Oh, dat weet ik niet. Oh, alstublieft, zing het bingbonglied. Goed dan. Oeh, ik speel de gitaar en we zingen ons lied. Met een bing en een bong en een bing. Boom, bing, boom, bing, bong, bing. En nu allemaal up naar bed. Welterusten allemaal. Welterusten, mevrouw Gazelle. Peppa en Suzy kruipen hun slaapzak in. Ik heb een zaklamp. Ik ook. Alle kinderen opletten. Vanaf nu geen gegiegel meer. Wat was dat voor een gek geluid? Dat weet ik niet. Daar hoor ik het alweer. Suzy, waar ga je nou naartoe? Mevrouw Gazelle, ik ben een beetje bang. Oh, wil je liever binnenkomen? Ja, graag. Mevrouw Gazelle, ik denk dat ik ook een beetje bang ben. Mag ik dan ook binnenkomen? Natuurlijk. Misschien dat ik straks nog een beetje bang word. Ik denk dat ik straks ook bang word. En ik ook. Kom binnen allemaal. Wilt u het bingbonglied nog eens zingen? Dat is goed. Ik speel de gitaar en we zingen ons lied. Met een bing en een bong en een bing.